Oké, deze tekening ken ik al, denk je. Ja? Wat hebben we gezien? We hebben glucose verbrand. We gaan nu eens tellen hoeveel ATP daarbij vrijkomt. We zien bij die eerste stap van C6 naar C3, naar pyrodrijfzuur, ontstaat er 2 NADH's en 2 ATP's. Dan gingen we hier naartoe, C3, in het mitochondrium. Het mitochondrium splitste dat C3, splitste er een CO2-groep af. Dat werd acetyl en dat acetyl wat hier ingebouwd, kregen we nog een NADH. Dan kregen we de citroenzuurcyclus 1, 2, 3 NADH's en een FADH2. En hier een losse ATP. Gaan we nu optellen, dan moeten we even voorzichtig zijn. Want vanaf hier heb ik natuurlijk de truc toegepast. Vanaf hier tel ik eigenlijk, moet ik alles dubbel tellen. Want C3 zit er 2 keer in een glucosemolecuul. Dus, tel met me mee. Ja, je hebt hier 1 NADH, maar dat zijn er eigenlijk 2. De volgende is 4, 6, 8. 8 NADH's plus die 2 die buiten de mitochondrium werden gemaakt, zijn 10 NADH's en 2 FADH2's. We wisten van die oxidatieve fosforylering dat 1 NADH dat die 3 ATP oplevert. Dus 10 NADH levert 30 ATP op. 2 FADH2 levert 4 ATP op. Als we daar nog de losse erbij tellen, 2, 3, 4, dat is 38 ATP voor iedere glucose. Net er is om te zeggen, voor ieder mol glucose produceert die 38 mol ATP. Maar er is iets anders. Dat NADH, wat hier staat, moet eerst de mitochondrium ingetransporteerd worden. Dat kost 1 ATP per NADH. Dus we moeten daar 2 ATP aftrekken vanwege kosten. Netto houden we over 36 mol ATP. En dat is hoeveel energie die glucose oplevert. Als je het niet kan volgen, pak je BINAS erbij. Lees het nog eens terug in je boek. Ja, dan kan je deze telling zelf maken. Gewoon met pen en papier. Tel het nog een keer op. En kijk waar het misgaat. Succes!